Goedenavond allemaal, we zijn er weer. Live vanuit Scheveningen. Mevrouw en ik hebben net een uitstekende workout opgenomen. Gewoon voor het normale kickboksen. Ik had jullie beloofd, we zouden ook weer een extra beenspieren oefening doen. Ik had daarvoor een partner nodig. Ik ga deze oefeningen samen met mijn vrouw uitvoeren. Ik zou zeggen, doe het met je partner. Dan kan je deze oefening, deze training kan je de relatietest noemen. Als je slaagt, dan blijf je bij elkaar. En zo niet, dan heb je in ieder geval lekker spierpijn. Hey, we gaan gauw beginnen. Ik ga even de camera een beetje naar beneden bijstellen. Die kop van mij is toch niet om aan te zien, maar het gaat nu om onze benen. Waar is mijn klokkie? Daar. Jongen, jongen, jongen. Waar is daar? Oké. Oh, ik zie hem al. Ja. Alvo. Dat is echt ongelooflijk. Ze ruimen het op en dan weer niet goed. Even kijken. Je gaat staan. Geef mekaars handen. Ik stap met links naar voren, zij met rechts naar achter. Pam, zak. Pam, zak. Pam, zak. Kijk mekaar liefdevol aan. Goed zo. Yes, dat gaan we doen. De hele tijd linkerbeen. Over 3, 2, 1, go. Yes, sta je met je broertje of met je zus of andersom. Dan mag je natuurlijk ook agressief kijken. Een gek bekkie trekken. Mag allemaal. Probeer je focus te houden. Omhoog en terug. Hup. Wat is er met mijn duim? Oh, sorry. Bam. 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 Ja, je ziet het. De man draagt meestal de zwaarste lasten. Dat geeft niks. Nee hoor, oefening is voor beide even zwaar. Hup. En terug. Hup. En terug. Hup. En terug. Ga door. Ik moet even naar de tijd kijken. Ik ben heus niet moe. Kom op. Bam. 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 Ga door. Yes. Gaan we verder met het andere been. 3, 2, 1, go. Handjes vast, kijk elkaar liefdevol aan. En daar gaan we. Verdikken me. Elke keer gaat de spanning op mijn broek. En dan stopt het klokje. En dan zijn we dadelijk 2 minuten bezig. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja, wij staan hier op een schuine helling. Geeft niks, kunnen wij. Helemaal niet erg. Juist, langzaam zakken en terug. Bek kapot. Ja, jullie niet, jullie beginnen pas net. Wij hebben er al een training op zitten. Oké, nog 10 seconden. Ga door, stappen en terug. Oké, ja mee. Volgende die we gaan doen. Ik pak haar, let goed op, bij de polsen beet. Ik zet mijn been dicht bij haar, bijna tegen de kruis aan. Dan strek ik mijn armen, zij blijft staan. En zij moet gaan squatten, vanuit die houding. Yes. Daar gaan we. Over 3, 2, 1, go. Yes, probeer echt. Zij moet dat gevoel hebben dat ze achterover valt. Dat ze niks heeft om zich aan vast te houden. En dat ze echt vanuit die beenspieren werkt. Goed diep doorzakken natuurlijk. Kom op. Af en toe even je rust tussendoor pakken. Geef niks. En daar ga je weer. Kom op. Kom op, kom op. Kom op nou. Yes, nice. Nu is de andere partij, dat wordt lachen, want ik ben ietsje zwaarder. Daar gaan we over 3, 2, 1, go. Ik moet snel bij eigen kracht doen natuurlijk. Oké.
doen. Jezus, wat doe ik er mooi zeg. Zo moet je hem thuis ook proberen. Ja, je hebt een goede partner. Die houdt jouw balans goed. Ja, dus probeer nergens een dood moment te vinden. Dus elke keer in een vloeiende beweging door te gaan. Bam. Ja hoor. Ja hoor. Je hebt dit niet gehouden. Ik moet op jou kunnen rekenen. Ik kan mijn hand nergens neerzetten. Yes. Hoppa, we zijn er al. Uitstekend gedaan. Had jij nog een leuke voor met z'n tweeën? We deden altijd op dat bankje, zeg maar. Ja, we deden het op een bankje. Kom maar. Laat je van tevoren. Ja, weet ik. Geef niet. We hebben het niet voorbereid. Ja, squatten. We doen het gewoon. Hangen aan elkaar. En squatten. Yes, daar gaan we. Over 3, 2, 1, go. Op. Je moet echt goed samenwerken. Bam. Wij kunnen dat. Ik weet niet hoe het bij jullie thuis gaat. Geen garantie op je relatie na het doen van deze oefeningen. Het is een test. Het is een test. Je moet zo zien, als je gaat scheiden, we bieden verschillende lessen aan. De een kan tijdens de ene les komen, de ander tijdens de andere les. Ja, ik probeer een beetje mee te denken, schat. Bam, squatten. Bam, squatten. Bam, squatten. Bam, squatten. Bam, squatten. Bam, squatten. Bam. Bam. Even wachten. Yes, we zijn er alweer. Volgende die we gaan doen. Mag je gewoon individueel doen, kan je naast elkaar staan. Voeten tegen elkaar, goed diep doorzakken, omhoog komen en in je billen knijpen. Heup naar voren, kuiltjes in je billen maken. Pam, 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 pam. Doe jij die maar even voor. Yes, daar gaan we. 3, 2, 1, go. Probeer diep door te zakken, maar je hielen blijven op de grond. En als je omhoog komt in je billen knijpen, in je billen knijpen. Ik wil die kuiltjes zien, kom op. Met 2 kuiltjes aan de zijkant, kom op. Al die mannen die nou naar mijn vrouw de kont zitten te kijken, ik zweer het, ik maak jullie af als we dadelijk op de sportschool zijn. Stel dat je vuilniszakken, kom op. Go, 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 go. Ik neem hem over, nog 30 seconden, kom op. Ik ga even zo staan, die helling loopschuif. Boom, bam, bam. Echt je heup even dat tikkie naar voren geven. Bam, juist. Goed je best doen mannen, dames ook natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk wel even voor de mannen nu. Pam, pam. Als je weet dat je hem goed getraind hebt, ga ik hier shoppen op Zuidplein. En als dan al die Antilliaanse vrouwen naar je fluiten, dan ben je goed op weg. Dan gaat het de goede kant op. Oké. Volgende die we gaan doen. We hebben die gehad. Even kijken hoeveel tijd we nog hebben. Ja, wij kunnen meer qua dat er gaat. Maar ik heb er nog wel eentje. Kom maar voor me staan. Draai om. Zakken. Nee, gewoon voeten wijd. Gewoon normale squat. Ze gaat squatten en ik geef tegendruk. Ja. Juist. Als je je vrouw laat beginnen, wees lief. Want hierna bij jou, bij jij. Voor je het weet zit ze dadelijk op je nek. Dat wil je ook niet. Boem. Geef tegendruk. Bam. Bam. Kom op, kom op. Ja, goed zo. Kom op, je bent er bijna, denk ik. Kom op. Tijd vergeten aan te zetten. Ja. Nee hoor, grapje, kijk. Kom op, ga door. Nog ongeveer 10 seconden.
Oké, okay, volgende die we gaan doen. Daar gaan we. Volgende. Ja, ja, tenminste, ik zal hem ook doen, of niet? Ja, toch? Ja, toch? Ja, we moeten volgende keer echt een rechte achtergrond kiezen. Dit is echt bout. Oké, okay, daar gaan we. 3, 2, 1, go! Druk geven. Dus hangen, juist. Pam. 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 Ah. Pam. Ja, het is heel kinderachtig wat zij doet. Zij knijpt hier in die kuiltjes, weet je wel, dat ik pijn heb. Zo flauw. Hij klaagt niet hoor, ik ga gewoon door. Bam. 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 Dat is gevaarlijk hè, als ze gaat hangen. Dan moet je je best doen en net doen alsof er niks aan de hand is. Voor je het weet heb je het weer gedaan. Heb je gezegd dat ze zwaar is? Nog 5 seconden. Oké, ja mee. Hé, ik bedenk me net, we zijn bij het vorige filmpje. Training nummer 12. Zijn we vergeten een codewoord erin te zetten. We gaan het codewoord van vandaag, degene die het vorige filmpje hebben gezien. Die hebben mijn irritatie gehoord over die rare wielrenners. We gaan hem vandaag doen. Wielrennerbroekje. Het codewoord van les nummer 12 is wielrennerbroekje. Wij zeggen dank jullie wel. Dank je wel schat dat je er weer bij was. Ja, voor je ondersteuning. En fijne avond allemaal. Oes. Kijk, hè, ze leert het wel.